Mensen, ik zeg, ken je het Abdijplein? Ja, die grote markt met de oude stadhuis. Ik zeg, nee, dat is het Abdijplein niet. Ja, ik kom hier al 10 jaar, ik weet wel wat het Abdijplein is. Ik zeg, oh ja, dan neem ik die mensen mee en dan komen ze op dat... Wat? Waarom heb ik dat nooit gezien? Ja. Ik zeg, ja, dit plein, ik zeg, het is voor mijn gevoel een van de mooiste pleinen van Europa. Het is bijna on-Nederlands, vind ik, dat plein. Ja. En toen ik dat zag, toen had ik zoiets van, ja, maar hier kan je dus de mooiste dingen van de wereld doen. Vind ik nog steeds, hoor. Maar dat de lokale media hier, dus PZC en Omroep Zeeland, zo actief zijn. Ja. Waar ik collega's in het land die jaloers zijn. Van, wat krijgen jullie altijd aandacht van jullie omroepen en van jullie lokale kranten, PZC? Dat hebben wij helemaal. Maar op het Nazomerfestival hadden ze ook allebei een eigen keten gewoon, toch? Echt, ja, de laatste jaren niet meer. Maar die aandacht was nog steeds, hoor. Nog steeds enorm groot. Vanmiddag komt weer een interview op de radio, Omroep Zeeland. Nou, Rolf is constant aan het schrijven. En dat is echt heel prettig. En maar, wat kritisch ook. En dat mag van mij ook, weet je. Je moet kritisch blijven, ook op ons. Laat ik eerst even bij het begin beginnen, want we vallen er een beetje zo in. Maar Henk Schouten. Ja. Jij neemt vandaag afscheid van het theaterproductiehuis Zeelandia. Ja. Maar daarmee, ja, dat, ik denk dat als ik zeg het Nazomerfestival, dat veel meer mensen weten wie je bent en waar het over gaat. Voor zover ze je niet al kennen natuurlijk. Ja. Ja, ja. Veel mensen hebben jou al gezien. Ja. Maar jij bent hier in 2009 begonnen, klopt dat? 2000, precies ook. Echt 12 jaar geleden, in februari 2009. Oké. Ja, ben ik hier begonnen en kwam ik uit dat verre Amsterdam, voor sommigen dan, en Noord-Holland. En ja, ik ben hier meteen gewoond, eerst in de Watertoren een half jaar. Dat zag ik nog op Facebook even voorbij komen, ja, dat is wel een bijzondere plek. Het was zo'n mooie plek. Ik vond dus als je hier, of ik vind dat nog steeds, als je hier gaat werken, dat je eigenlijk hier moet wonen. Ja. En ik heb gemerkt hoe bijzonder dat is, want je leert heel snel de mensen kennen. En ik vond het ook even bijzonder dat ik dat... dan afstand ook had van mijn vrouw en kind. Want ik kon ook tot 's nachts 12 uur dan doorgaan. Ja, precies. Weet je, dus met mensen afspraken maken in de kroeg. Ik leerde toen al meteen de eerste weken de vriendschap kennen. Dat zat ik al meteen met afspraken zo. Ja. Maar ik hoefde ook niet om een loge te kijken. Oh ja, ik moet even naar huis of zo. Nee, dan kon je gewoon lekker. Nou, binnen 3 maanden voelde ik me dus hartstikke thuis. Had je al een netwerk kennen, ja, kende iedereen. Ja. Ja, dus dat is, ik denk dat, ja, dat het toch wel belangrijk is dat je als je zo'n functie hebt... dat je je ook gaat settelen in Middelburg of op een andere plek in Zeeland. Wat trof jij aan in 2009 en hoe laat je het achter? Deze trof ik een geweldig festival aan, want anders was ik hier ook niet heen gegaan. Dus het festival was op zich goed en het Abdijplein, dat ken ik dan ook. Maar toen ging ik daarin verdiepen en toen dacht ik, maar er kan toch nog veel meer mensen komen. En ik had ook die picknick in een festival in Frankrijk gezien. En want vanuit mijn vorige functie ging ik de hele wereld over en festivals langs enzovoort. En toen stonden er aan een rivierbedding stonden allemaal tafels. En toen zei ik tegen mensen, wat gebeurt hier? Ja, moet je morgenochtend komen. Dus ik op die volgende ochtend kwam ik daar. En ik zag de ene tafel met damast, met kroonluchters. Een andere tafel, zeg maar van de HEMA, gewoon plastic bordjes. En dat, ik denk van dat moet ik naar Nederland halen. Dus dat heb ik eerst in Noord-Holland geprobeerd. Maar ja, die zijn veel te nuchter. Dus er kwamen 50 mensen op af op dat festival. En toen dacht ik hier het eerste jaar van, ik wil toch, dat is een soort arrogantie van mij, ik wil laten zien dat ik hier nu ben. Dus hoe kan ik nou meteen mijn signatuur ergens onder zetten? Ik denk, ik ga die picknick introduceren. Dus ik, dat aangegeven van wij verzorgen de tafels, maar de rest doet u helemaal zelf, de aankleding. Nou, vanuit die ervaring met die 50 mensen dacht ik, nou als er 100 komen ben ik blij. En dan komt het Abdijplein op 500 mensen. Ja. Nou, inmiddels hadden we geloof ik 1750 of zo. Maar ik zag al meteen, ik denk ze, hij werd meteen in de gaten, die zeeuw. Ik vind altijd dat je een soort evenwicht moet vinden. En dat mensen een keuze kunnen hebben van ik ga daarheen of ik ging daarheen. Maar het moet in 10 dagen wel een soort feestje zijn. Wat ik tegen ben gekomen achterlaat is wel dat ik heb geprobeerd in die 12 jaren het festival toegankelijker te maken. Dus zeg maar drempels letterlijk en figuurlijk weg te halen. Dat mensen naar het Abdijplein zijn gekomen en die concerten die ik iets populairder heb gemaakt. En dus me in de eerste jaren niet in dank afgenomen. Sommigen vonden dat het experiment moest blijven. Ja, ja. Het is een onderdeel dat niet gesubsidieerd wordt. Dus je moet gewoon even heel commercieel denken. Nou, met die experimentele concerten, daar verloor je 10.000 euro's op. En waar moet je dat vandaan halen als je het niet hebt? Want ik mocht dat niet uit de subsidie halen. Nee. Dus ik dacht van, dat moet zichzelf bedruipen. Ja, daar ben ik dus op een gegeven moment artiesten gaan halen.
Ja, en die trok op een gegeven moment 3.000-4.000 mensen. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik dan geniet hoor op zo'n avond. Ja, maar dat is ook heel... Kijk, het zijn ook niet al mijn mensen. Maar als je inderdaad ziet zo'n Jet Rebel of een Raccoon. Precies. Ja, dan weet je inderdaad gegarandeerd succes. En een jaar daarop komt hij dan nog eens. En ik denk, nou is dat niet... Maar ja, dan staat het weer volle bak. Dus ja, dat doe je toch, precies. Doe je toch wel goed. Ja, maar dat was... Dat, ik heb dat altijd gezegd. Ik ga nooit iets herhalen. Maar Jet Rebel zat bijna echt letterlijk aan me. Van, mag ik terugkomen? Mag ik terugkomen? En het eerste concert was dus gewoon legendarisch, want hij... Bleef maar spelen. Hij wilde niet af. Nou, maar daar hadden ze het ook echt over. En dan denk ik toch, want ik was daar die avond niet bij en ik vind zijn muziek gewoon prima. Maar dan denk je achteraf, toch was ik er maar bij. Dus ja, exact. Dan bereik je dat, hè? En dat hebben we ook met Dotan gehad, hè? Ja. Die was toen nog onbekend en ik had Michael Prince, had ik staan via zijn agent. En toen op een gegeven moment kwam Dotan en dus vroeg die agent van, moet je horen, wij hebben Dotan en die komt met een nieuwe album, wil je die? Maar die had ik jaar daarvoor ook gehad op dinsdagavond. Hij zegt, we weten dat je er niks herhaalt, maar je hoeft er ook niks voor te betalen, mogen we Dotan neerzetten. Toen kwam dat album uit met het nummer Hope. En nou, je had het gevoel, dit gaat helemaal fout. Dus ik belde die agent op. Ik zeg, moet je horen, hij is eigenlijk gewoon een support act van Michael Prince. Maar ik denk dat hij groter wordt dan Michael Prince. Ze zeiden, ja, dat weten we. Maar we hebben een deal. Jij hebt gewoon Michael Prince en Dotan heb je er gewoon gratis bij, als het ware. Nou... Dotan kwam, we hebben Delta Safe en die wist niet hoe hij mensen erbij moest halen. Want het was een gratis concert, het bleef staan op dat plein. Dus op een gegeven moment waren er 3.000-4.000 mensen op dat plein. En toen kwam dat nummer Home. Nou, één feest. Daar doe je het dus voor. Kijk er nou op terug, wat is dan jouw persoonlijke hoogtepunt geweest van alle dingen die je hier hebt gedaan? Het is eigenlijk heel moeilijk, want elk jaar was dus een hoogtepunt voor mij. Dat is het gekke. Ik vond die nazomerzingen altijd een hoogtepunt. Letterlijk en figuurlijk, omdat ik soms ook bij mensen naar me toe kreeg die me wilden lynchen. Want dan was het zo van, is dit nou nazomerzingen? Want ik wilde nazomerzingen echt live hebben. Dus dan nodigde ik een paar grote mensen uit en die moesten dat samenstellen. Ja, en soms gingen die mensen natuurlijk ook hun eigen nummers zingen en zo. Dan kwamen mensen naar me toe en jij bent degene die dit heeft gedaan, hè? En ik denk, oh, help. En echt, mensen heel boos waren. En dat vind ik wel leuk. Je gaat echt met pensioen nu? Ja. Maar wat zijn je plannen? Ga je chillen of ga je... Nee, ik blijf heel veel doen. Ik blijf nog een aantal dingen hier in Zeeland doen. Dus vooral in de cultuur, Zeeuwse culturele instellingen. Daar ben ik voorzitter van wat we doen. En dat ga ik nog even doorzetten, zodat er straks een goede opvolging is. Ik zit in de Raad van Cultuur, ben ik adviseur van Den Haag, dus landelijk. Dus dat is, ook daarom moet je dus alleen al in Zeeland blijven, dat is belangrijk. Ja, nee, dus het is ook goed om dat inderdaad vanuit hier te doen. Dus dat blijf ik de komende jaren doen. Ik ben voorzitter van een groot festival in Almere. Ik ben bestuurslid van een aantal... Oh, je bent hartstikke druk. Eigenlijk heb ik het heel druk. Maar aan de andere kant is het grote verschil zelfstandig. Ik ben niet meer afhankelijk... Van wie dan ook, ik kan het zelf bepalen. En daar heb ik na 40 jaar theater ook wel eens behoefte aan. Dus zeg ik maar even namens Middelburg, dat is misschien wel erg breed, maar hartelijk dank voor alle jaren hier. En dat je hier maar mag blijven wonen. En, absoluut. Laat je maar op, nou ja goed, nu kom je waarschijnlijk gewoon als gast en in andere rollen voor mij. Ja, absoluut. Nou, absoluut. Dankjewel voor je tijd, succes. Nee, wat stond er nou op? Stond iets op? Ik weet het niet. Ik zeg tegen hem, nou het staat erop, nou het staat helemaal niks op. Nou, lekker dan. En wat vind je ervan, Lin, dat hij weggaat? Ik vind het wel heel jammer, omdat ik nog geen jaar met hem mocht werken. Ja, precies. Maar het is de tijd, hè.